Deze rij beelden zijn ontstaan in 1987 tijdens een symposium van beeldhouwers in Amersfoort. Mijn vader deed daar destijds niet als beeldhouwer mee, maar was coördinator van dit symposium. 8 beeldhouwers waren toen door de gemeente uitgenodigd om ter plekke op een stuk grasland een kunstwerk in steen te maken. Ze woonden en werkten daar gedurende enkele weken. Het publiek kon zien hoe de beelden ontstonden. Dat was heel bijzonder, omdat doorgaans het ontstaan van een kunstwerk geheim blijft binnen de muren van een atelier. Bezoekers waren er getuigen van hoe de beeldhouwers de steen te lijf gingen met hamers, boren en polijsmachines. Ze zagen hoe de een de steen helemaal bewerkte, de ander hem gedeeltelijk liet zoals hij was, of er een figuur uithakte. Mijn vader vond het toen soms maar niks om alleen maar toe te zien hoe de beeldhouwers bezig waren. Hij zei vaak dat zijn handen jeukten als hij naar ze keek. Ja, het was zo vreemd om hem niet te zien beeldhouwen, dat het even leek alsof hij ermee opgehouden was. En dat was voor mij een aanleiding om op te schrijven hoe het was om op te groeien met een beeldhouwer als vader. Dat ik opgroeide tussen klei, gips en steen, vond ik in het begin heel gewoon. Ik kende 2 vaders. Behalve mijn eigen was er die van mijn vriendin. Haar vader was bakker en zijn bakkerij was een paar huizen verderop. Hij had geen pet of een snor, maar droeg een bakkersmuts. In het werk van beide vaders zag ik overeenkomsten. Ze waren bijvoorbeeld alle 2 altijd ergens achter bezig, in het atelier of in de bakkerij. De papieren meelzakken leken net gipszakken. Ze kneden allebei iets en stopten het dan in een oven. Ik hielp soms mee met inpakken in de bakkerij of gipsgieten in het atelier. Daar knipte je eerst met een schaar droge jute in vierkante stukken. Uit de papieren zak schepte je daarna gips in een doorgesneden voetbal die hier een gipskom was en vermengde de gips met water tot het net melk was. De lapjes jute doopte je dan in het gipsbad. Je kon nooit te veel van die gips tegelijkertijd aanmaken, want dat werd snel hard. De lapjes witte jute gaf ik door aan mijn vader, die daarmee de vorm van het beeld beplakte. Een paar huizen verderop schepte de bakker ondertussen room uit een bak. De room leek net verharde gips. Je kon er ook niet te veel van aanmaken, want die werd zuur. De vloer van het atelier was altijd wit van het gips en de bakkerijvloer wit van het meel. Je kon het ook altijd zien als er iemand vanuit het atelier in de huiskamer was geweest, want de zolen van gipsschoenen lieten sporen na op de houten vloer. Het hadden misschien ook sporen van meel kunnen zijn, maar de bakker kwam wel bij ons aan huis, maar nooit in huis. In het atelier rook het droog. Het leek altijd net alsof je met je neus in een zak gips werd geduwd. Het rook er ook naar koffie en jenever. Later kwam er een venijnige polyestergeur bij. Polyester had het voordeel boven brons, hoorde ik mijn vader aan tafel zeggen, dat het zo licht is, weerbestendig en minder kostbaar. Maar die stank bleef overal hangen en er kwamen steeds meer beelden bij. Ik begon te merken dat het eigenlijk allemaal toch heel anders was in die bakkerij. Vooral 's avonds, want als je daar dan nog even iets moest halen, was het er leeg. De instrumenten, zoals grote schuimspanen, lagen schoon op een kale tafel. Alles wat de bakker gemaakt had, was opgegeten. Maar als je iets moest halen uit het atelier en daar binnenkwam voordat je hand de lichtschakelaar had gevonden, doemden de beelden op. Het was net alsof ze daar hun eigen leven leidden en je ze betrapte. Ze waren in mijn ogen net familieleden. Ze waren er gewoon. Tijdens een verjaardagspartijtje thuis zaten mijn schoolvriendinnen te giechelen om een beeldje van een vrouw dat naast de pick-up stond. Ze was naakt. Het leek net of ze mij uitlachte om iets raars bij ons thuis. En ik had het gevoel alsof ik ineens in een vreemd land was waar ik de taal niet kende. Mijn vader was een keer verontwaardigd toen ik in plaats van beeldhouwer, beeldhouder had geschreven. In mijn ogen houde hij ze en hield ze ook. In de tuin verschool de brede zittende vrouw zich tussen de struiken. De Ludina waakte naast het huis en voor het atelier stond altijd de kardinaal. Hij liet een keer voor de gein een nieuwjaarskaartje drukken met de tekst Beeks betere beelden. Ja, die zijn overal te zien.
als we langs het standbeeld van de man met de vlag kwamen in Nijmegen op weg naar mijn oma, begon de hele familie prompt te zingen. Jan van Hoof heeft mooie benen heeft Jan van Hoof. Jan van Hoof, de verzetsheld met de vlag, is gemaakt toen we in de jaren 50 in Amsterdam naast de balletstudio van Sonja Gasco woonden. En een danser had er model voor gestaan. Het is de eerste in de reeks van verzetsmonumenten die hij in de loop der jaren heeft gemaakt. Jan van Hoof is verplaatst, maar springt nog steeds in het oog. In Utrecht, zijn geboorteplaats waar hij vele jeugdherinneringen heeft liggen, staat achter de dom zijn François Villon, gemaakt voor een studentenlustrum. Hij staat zo dichtbij op de stoep als je er langskomt, dat je de neiging hebt om hem te groeten. In de jaren 70 begon mijn vader andere beelden te maken. Hij was zo aangegrepen door de gebeurtenissen in Chili in 1973, toen politieke gevangenen waren opgesloten, gemarteld en vermoord in het voetbalstadion, dat hij het doel van Santiago de Chile maakte. Deze gehangenen waren op talloze Chili-manifestaties in het land, totdat ze een definitieve plaats in de tuin kregen. Ze waren veel grimmiger dan de andere beelden. Ze hoorden erbij, als tekens aan de wand. Na de dood van generaal Franco maakte hij zijn eigen speelfilm, een surrealistische parafrase op de begrafenis van een dictator. Mijn vader ging op zoek. Hij was wel vaker verdwenen, soms een dag of dan een week, maar hij zou veel langer wegblijven toen hij als een ontdekkingsreiziger in 1963 op expeditie ging naar Egypte. In de strenge winter vertrok hij, met achter de auto aan een oud landingsvaartuig dat meeging aan boord van Genua tot aan Alexandrië. Hij wilde de Egyptische kunst vastleggen op hun oorspronkelijke plaats, want door de Aswandam zou het land gedeeltelijk onder water komen te staan en tempels en beelden een andere plaats krijgen. Hij schreef hierover artikelen in de krant. Ik las koppen in de krant en zag zijn naam bij de stukken staan en vroeg me af hoe het mogelijk was dat die artikelen eerder bij ons thuis kwamen dan hij zelf. Toen mijn moeder hem bij zijn thuiskomst stond op te wachten op het station, had ze hem niet herkend. Hij had een baard, droeg een tropenpak en zijn gezicht was bruin. Als hij ons niet tegemoet was komen lopen, had ik hem ook niet herkend. Hij nam blauwe vliegengordijnen mee, een mand met vijgen en nog meer beelden in een film over zijn tocht langs de Nijl. Op de film was te zien hoe mijn vader in de Egyptische grafkelders was doorgedrongen. Er was natuurlijk geen licht. De Egyptenaren hadden een bord waarop ze zilverpapier hadden gespannen dat ze lieten reflecteren in de zon. Hij bescheen de wanden via de accu en koplamp van de auto. Het gedimde licht creëerde een heel geheimzinnige sfeer. Op de film zagen we tempels, piramiden, ezels, mensen die zich aan de tram vastklampten en een kind waarvan de ogen helemaal vol zaten met vliegen. De hele familie had het daarna over Alexandrië en Cairo alsof ze er dagelijks kwam. Het konijn kreeg de naam Ramses en de volgende heette Ramses II. Voortaan kwamen de schatten uit het buitenland. Mijn vaders opvattingen over beeldhouwen veranderden. Hij was ook altijd aan het werk.
Ook bijvoorbeeld op vakantie in Normandië. Vele vakantiegangers zullen hem dankbaar zijn geweest dat hij stenen uit de zee sleepte voordat zij er hun tenen aan konden stoten. Hij sleepte ze mee naar huis, waar ze als echte beelden bewonderd werden om hun natuurlijke vorm. Hij ging ook steeds vaker op reis om zich te laten inspireren door oeroude culturen. In Mali, het Dogongebied, bestudeerde hij stenen grotten. Het leidde tot de poort van Afrika. In een film voor de Wereldomroep zei hij hier onder meer het volgende over. Dit is de moskee van Djenne. Een stad helemaal van klei. Haast uit modder verrezen, zou je zeggen. Heeft zich opgericht als een prinses. We bereikten deze plaats via een pirak. Een roeiboot over de Niger. Prachtig zijn ook de mensen. Uitgedost in kleurige lappen en dekens. Wat een gratie. Wat een moed zich zo te kleden. Komt geloof ik mede omdat ze geen spiegels hebben. Met een spiegel ga je jezelf ogenblikkelijk anders bekijken. Hier doen ze maar wat ze invalt. Ze schikken hoofdtooien en wijde gewaden van grote bedrukte lappen. Ze zijn als Bourgondische vorsten. Kijk, ze hebben zo ook de klei ingeramd. In de telmrotsen van de falaise van Bandiagara, achter Mopti, heb ik tal van kleinere hutten gevonden, waarin die vuistinslag letterlijk nog was af te lezen. Zo'n reisimpressie kan je werk soms beïnvloeden. En dan praat ik misschien over uiterlijke vormgeving. Hoe zit zo'n draperie in elkaar? Hoe loopt iemand als ze een zware last op het hoofd draagt? Wat lopen die vrouwen prachtig. Mannequins leggen ze bij opleiding niet voor niets in pakboeken op het hoofd. Die vrouwen sjouwen trouwens wat af. De arbeidsindeling komt ons soms heel wreed voor. Een man zie je nooit water halen, bijvoorbeeld. In Peru zag hij de zonnepoorten. Hij schreef in een gedicht hoe hij in een rammelende autobus in gierende snelheid door de Andes reed over wegen van zand en keien langs onpeilbare afgronden. De tijd van stenen poorten brak aan. Geïnspireerd door Stonehenge en de Inca's uit Peru bouwde hij in Arnhem-Zuid in Park Immerlo zijn eigen Poort van de Zon in graniet. Op 21 juni 1980, op de dag van de hoogste zonnestand, is de poort onthuld op een midzomernachtfeest. Mijn vader was daar een zonnegod. Hij droeg een masker. Sindsdien is hij tenminste één keer per jaar 's morgens vroeg opgestaan om de zon door de poort te zien opkomen. Als hij er terugkomt, ziet hij toch steeds dingen die hem storen, zoals bomen en struiken die niet achter de poort moeten groeien en graffiti die hier en daar op de poort en steen is aangebracht. Toen ik in Lelystad woonde, stuurde hij mij een kleurenfoto van zijn zeespiegel in Lelystad. De glazen kolom met water suggereert het oude waterpeil van de Zuiderzee voor de drooglegging. Toen ik terug in Nederland naar Lelystad ging, was de teleurstelling groot om het aan stukken te zien liggen. Want er was een barst gekomen in het glas, dat was opgebouwd uit 7 dikke lagen en het moest worden afgebouwd omdat er een te groot risico was voor uiteenspattend glas. Het heeft mijn vader hoofdbrekens gekost om er een andere oplossing voor te vinden. Hij werkte er 3 jaar aan, maar het is er gekomen en staat er nu. Het oorspronkelijke waterpeil is nu van brokken gesmolten glas.
Sinds enkele jaren is mijn vader vaak te vinden in steengroeven in Duitsland, onder andere van de Dolomiet. Want hij wil niet meer zoals vroeger een steen bestellen die hij dan op maat gezaagd krijgt aangeleverd, waar alle kleurvlakken uit zijn verdwenen. Nee, hij wil zelf in de steengroeven de steen in zijn oorsprong bewerken in al zijn kleurverschillen. Dat is goed te zien in het werk Eruptie in de binnenplaats van het ziekenhuis Wezenlanden in Zwolle. Iedereen die wel eens in dit ziekenhuis moet zijn, kan het van alle kanten door de ramen bekijken. Het is ook een broedplaats van een duif. Terug in Amersfoort. We lopen door het centrum. Op de Varkensmarkt staat hier zijn beeld. Het is een poort van steen, twee beelden in roze graniet. Aan weerszijden zijn figuren gebeeldhouwd. Het poortvlak is gepolijst, gladde steen, de figuren gehouwen steen. Hij zegt dat hij niet meer weet hoe hij het heeft gemaakt. Zo'n werk was het. Als ik het zie, heb ik het idee alsof het er altijd heeft gestaan. En dan lijkt het ineens alsof het zo uit de grond is opgekomen. Het is een van Van Beek's betere beelden. Ik kan me niet voorstellen dat er ergens geen beeld van hem zou staan, of dat hij niet bezig is om een beeld te maken.